Labyrinth Psychotica is een nieuwe digitale simulatietechniek waardoor behandelaars hun patiënten met psychoses veel beter kunnen begrijpen en daardoor behandelen. Deze baanbrekende techniek wordt aangeboden in twee vormen: The Wearable en The Labyrinth. The Labyrinth is een levensgroot labyrint. Tijdens de wandeling verschijnen beelden in de lucht en komen muren en andere vaste elementen tot leven. De bezoeker wordt volledig ondergedompeld in een wonderlijke, spannende, maar ook confronterende wereld, die iemand met een psychose kan ervaren. De Wearable is een draagbare variant, waarmee in de eigen omgeving, zoals een kantoor of leslokaal, een vorm van een psychose kan worden nagebootst. Men kan nu zelf ervaren hoe het is als je zintuigen worden aangevallen en begrijpen hoe moeilijk het is om te functioneren wanneer realiteit en fictie door elkaar heen lopen. Ik weet het niet meer. Ik merk wel dat ik nog steeds erg overprikkeld ben. Ja. Als dit zou het zomaar kunnen zijn. Daar kan ik goed bij. Beide simulatietechnieken worden ingezet tijdens workshops en lezingen die gericht zijn op het begrijpen van de subjectieve ervaring van psychose. Deze worden als zeer waardevol beschouwd door professionele behandelaars en studenten in de gezondheidszorg. Maar ook door familieleden en andere mensen die te maken hebben met psychose en er meer over willen weten. Ja, het helpt mij al echt. Ja, dat sowieso. Kun je nou nog iets beter verplaatsen, denk ik, en wat er met zo iemand omgaat.